Dit is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Hartelijk welkom bij Op Weg met de Bijbel. Vandaag is het alweer de laatste dag dat we met elkaar nadenken over het thema aan het eind komt alles goed. En we hebben in de afgelopen vier dagen nagedacht over openbaring 4 en 5. En vandaag gaan we nadenken over het laatste stukje van openbaring 5. Mijn naam is Johan de Visser. Ik heet je hartelijk welkom bij Op Weg met de Bijbel. Vanuit Stichting Living Springs mag ik werkzaam zijn voor de kerk... In Egypte. En we gaan met elkaar lezen, Openbaring 5, vanaf vers 9 tot en met 14. En zij zongen een nieuw lied, en zij zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor ons God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoor ik zeggen: Aan hem die op de troon zit, en aan het Lam, zijn de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Johannes schrijft dit boek. Aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En ik heb daar in de afgelopen studies het een en ander over verteld. En als je die studies nog niet geluisterd hebt, wil ik je eens aanmoedigen om ze terug te luisteren. En ik heb in de studies ook het een en ander verteld over het doel van het boek Openbaring. En het doel van het boek Openbaring is onder andere om ons troost en hoop te geven. En vandaag denken we in het laatste stukje na over de aanbidding voor Jezus. En een van de redenen waarom we daarover na kunnen denken, is omdat het boek Openbaring ons heel veel leert over troost en hoop. Het boek Openbaring wordt soms ook wel genoemd het troostboek voor de kerk of het boek van hoop voor de kerk. Want Openbaring geeft ons heel veel troost. Waarom? Omdat het recht zal zegevieren en stand houden. En het laat zien dat, dat onrecht gestraft wordt. En oordelen zijn bedoeld voor inkeer. keer. We leren en zien in de Openbaring dat zonde wordt gestraft met als positief doel het uitroeien van kwaad. En we vinden heel veel troost in het Boek Openbaring, omdat God en het Lam, zo wordt Jezus genoemd, zij hebben het laatste woord. Niet alle oordelen, niet alle kwaad, maar God heeft het laatste woord, want God zit op de troon. En het Boek Openbaring geeft ons ook heel veel hoop. Want het boek Openbaring laat zien dat de toekomst heel vast en heel zeker is door de overwinning van het lam. En in dit boek wordt definitief afgerekend met verkeerde politiek, met foute keuzes, met foute godsdienst en verkeerde krachten. Aan al het onrecht en aan al het kwaad komt een einde. Dat is de hoop van het boek Openbaring. En die hoop wil ik je vandaag meegeven. Misschien is er in jouw leven wel heel veel onrecht geweest. En misschien heb jij wel heel veel kwaad meegemaakt. Heel veel verkeerde dingen door andere mensen zijn je misschien wel overkomen. Maar vandaag wil ik je bemoedigen. God zal afrekenen met al het kwaad. En daarom wordt er een nieuw lied gezongen. Omdat Jezus het waard is deze oordelen te voltrekken, wordt er door de 24 ouderlingen en de vier dieren een nieuw lied gezongen. En zij zingen met elkaar en ze zeggen: U bent het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken, want U bent geslacht en U hebt ons voor God gekocht met Uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Het is een nieuw gezang en dit nieuw, deze nieuwe aanbidding bestaat uit drie kernelementen. U bent het waard, U bent geslacht en U hebt ons gekocht. En dit wordt gezongen door de 24 ouderlingen. En zij zeggen: U hebt ons gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Het zijn vier dingen. In openbaring is het getal vier het getal van de wereld of het getal van de aarde. Uit elke stam, taal, natie en volk. Overal gaan deze mensen vandaan komen. Maar daar komt straks nog meer over. En deze uitdrukking, stam, taal, natie en volk gebruikt Johannes zeven keer in het boek openbaring. En alle groepen waarin de mensheid eronder te verdelen is, zij worden hier genoemd. En Jezus maakt al die mensen uit verschillende afkomsten één. Het is eigenlijk één grote groep mensen die God toebehoort en voor hem wil leven. En het is niet de eerste keer als Johannes deze uitdrukking gebruikt in het boek openbaring. Want Genesis 10 gebruikt dezelfde vierdeling. Bij de nageslachten van Noach het gaat het over hun geslachten, talen, landen en volken. En in deze lofzang wordt de bestemming van deze mensen gezongen. Ze worden aangesteld tot koningen en priesters. Ze mogen zich als priesters wijden aan God en eens zullen ze op aarde regeren. En het zijn de Oud-Testamentische voorgangers die het Nieuw-Testamentische reddingswerk bezingen. Het is misschien een beetje ingewikkeld taalgebruik. Maar wat we eigenlijk hier zien is dat gelovigen uit het Oude Testament het werk van Jezus zingen en groot maken. Het was toen één volk, één land. En nu is het gegaan overal naartoe. En we zien hier eigenlijk een soort totale aanbidding. Want de hemelse liturgie en de aanbidding krijgt een steeds grotere omvang. De aanbidding breidt zich uit naar het engelenkoor. En de Engelen zijn in ontelbare menigte en ze volgen alles op de voet en ze vallen bij in de aanbidding voor het lam. We zien met elkaar dat de aanbidding in hoofdstuk 5 verandert ten opzichte van wat we zagen in hoofdstuk 4. Waarin hoofdstuk 4 vooral God als schepper en als koning op de troon centraal staat, zien we dat het in hoofdstuk 5 gaat over Jezus die geslacht is. Het gaat over Jezus die mensen redt. Het gaat over Jezus bloed wat mensen vrijmaakt. De engelen, zei ik al, ze zijn in ontelbare menigte en ze volgen alles op de voet. En ze vallen de aanbidding voor het lam, die vallen ze bij, ze stemmen daarmee in. En ze prijzen Jezus voor het offer dat hij bracht. Zeven bijzondere dingen worden aan Jezus toegezongen. We zien dat in vers 12. En we zien dat daar staat en ze zeggen met luide stem: Het land dat geslacht is, Hij is het waard. Hij is de enige die dit hoort te krijgen, de kracht. En Hij is de enige die alle rijkdom toekomt. Dus alle bijzondere schatten die, en, 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 en kostbaarheden die zijn voor Jezus. En alle wijsheid die is te vinden in Jezus. En alle sterkte, de meest grote krachten, die komen toe aan Jezus. En alle eer brengen we naar Jezus toe. Jezus is degene die altijd geëerd moet worden. Dat is het, het centrale punt van deze aanbidding. En alle heerlijkheid, die brengen we naar Jezus. Als er iemand is die we willen verheerlijken, dan is het Jezus. Als er iemand is die we willen prijzen, om wie, om wie hij is, dan is het Jezus. En Johannes zegt al deze dingen. Voorafgaand aan wat hij daarna gaat vertellen over wat er nog moet gebeuren, dat boek moet geopend gaan worden. Maar voordat dat boek geopend moet worden, wil Johannes ons richten op wie Jezus is. Voordat Johannes gaat uitleggen hoe al die oordelen en, en al die visioenen en, en al die dingen die over de aarde komen eruit zien, laat hij ons zien wie Jezus is. We zagen in hoofdstuk 4, vers 1. Een deur geopend in de hemel. Johannes zegt in hoofdstuk 4, vers 1: Kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat er hierna moet geschieden. Maar voordat Johannes dat vertelt, wilt hij ons, wil hij ons laten zien: de realiteit van de hemel. Johannes wil ons laten zien dat alle dank aan Jezus komt. Want Jezus is de overwinnaar. Jezus is degene die op een perfecte en een volmaakte manier al die oordelen zal uitvoeren. En het zijn de engelen en het zijn de ouderlingen en die vier dieren die dat met elkaar uitroepen. En we zien ook in dit hoofdstuk dat Johannes de tel een beetje kwijtraakt. Johannes raakt het overzicht kwijt, waar het eerst vier dieren en 24 ouderlingen zijn. Zien we in vers 11 dat Johannes een geluid hoort van vele engelen en van veel dieren, en het aantal is. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Johannes zegt hier: Ik raak het overzicht en de tel kwijt. Van al die wezens en al die mensen en al die dieren die God aanbidden om wie hij is. En ze aanbidden Jezus. Ze zijn allemaal verwonderd over wie Jezus is, over wat hij heeft gedaan. En dan eindigt Johannes in vers 13. En dan zegt Johannes in vers 13: En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En aan alles wat erin is, hoor ik zeggen: aan hem die op de troon zit, en aan het lam zij de dank zeggen. Johannes ziet hier eigenlijk dat de hele schepping samenkomt en God aanbidt. Alle krachten, alle mensen, ze komen samen, overal vandaan. Want uit de hemel, uit de aarde, van onder de aarde, vanuit de zee. Alles komt samen en ze aanbidden Jezus. En ze zeggen, het gaat hier om Jezus en Jezus alleen. En Johannes raakte het telkwaard. Hij kan niet meer zien hoe groot die groep mensen, engelen en wezens is. En het enige wat Johannes nog hoort is het gezang. De dieren en de ouderlingen begonnen de hemelse lofprijs en hun gezang. En ze sluiten die af met hun instemmend Amen. En ze sluiten opnieuw de rij nadat er velen zijn bijgekomen. Hier wordt alles duidelijk om wie het gaat. Er is het volste vertrouwen in Jezus die deze boekrol gaat openen. Als er politieke verkiezingen geweest zijn, moet het vertrouwen in een nieuwe regering altijd maar weer blijken. En mensen hopen dat het vertrouwen er is en dat het vertrouwen waargemaakt wordt. Maar deze, dit land, hij, die staat als geslacht, in hem is alle vertrouwen. Voor een goede wereldregering. Voor hem is alle vertrouwen om het nieuwe Jeruzalem neer te laten dalen op aarde. Dat zien we aan het eind van het boek Openbaring. De boekrol is in vertrouwde handen bij het Lam. De leeuw uit de stam van Juda. Bij hem is alles veilig, want hij is de overwinnaar. De horens in Klein-Azië maken dit mee op hun netvlies en hun trommelvlies. Ze horen alles en ze zien alles. De inhoud van dit boek brengt gerichten, brengt oordelen. Het brengt vreugde en verhoring van de gebeden van de kerk. Alles gaat goed komen, want Jezus is overwinnaar. Alles gaat goed komen, want Jezus is de meest geschikte. Aan het eind komt alles op zijn pootjes terecht. Waarom het lam heeft de boekrol in handen. Hij is het waard en hij is capabel om de gerichten te voltrekken. En wij leren met elkaar. De kerk komt overal vandaan. Elke stam, taal, volk en land, alles is vertegenwoordigd. En er is een eensgezind lied: Jezus, u bent het waard. Daarom moedig ik je vandaag aan om breed te kijken en christenen uit alle richtingen lief te hebben. Want samen zullen we Jezus aanbidden. En met elkaar voegt ons, heen, ons gezang van de aarde zich bij het gezang in de hemel. En jij mag daarbij zijn. Wat een geweldig nieuws over Jezus als overwinnaar. Aan het eind komt het allemaal goed.